Deze nieuwsuitzending is echt nieuws. En met echt bedoel ik dubbel nieuws. Want heel vaak heb ik nieuwsuitzendingen en die gaan over dingen uit 1611. En vandaag heb ik het over iets wat vanmiddag gebeurd is. Dus dit is nieuws. Ik heb vandaag een koning Jacobus Bijbel uit 1611 gekocht. In het Engels, hè? Niet op zijn Nederlands vertaald. Nee. Want die heb ik al. Dat is de NBG. Dat is de enige Nederlandse vertaling die nog een beetje lijkt op de King James 1611. En ik heb hem dus ook bij het Nieuwe Testament, dat wat Christus Jezus zelf heeft gezegd. Allemaal van die dingen. Maar ja, en toen liep Christus Jezus, die liep van Bethsaida naar Chalodonku. En toen kwam die boebe die boebe tegen. Ja, die hele wandeling, dat heeft Christus Jezus niet gezegd. Ja, maar hij heeft wel bepaalde dingen gedaan en die vond ik wel opmerkelijk. Ja, maar dat heeft Christus Jezus niet gezegd. Die King James die ik nu heb, netjes in het Engels. Engels van 16, ja, je kan nog die oude erbij pakken. Heb je die andere, nou ja, goed, het is heel ouderwets Engels en daarmee reet goed te lezen. Ik heb een keer geprobeerd om, ik ben helemaal opgewonden. Hè? Ik heb een keer geprobeerd om het werk te lezen van een Britse auteur. En dan heette die Foppo ook alweer. Maar die schrijft dan op het Britse Engels. En dan zit je echt na drie regels, dan schreeuw je. En in die tijd had je geen translate.google.com. Nou heb je Engelse woordenboek erbij. Wat is dit nou weer? En, het is dat. Oké, nou dan kon je even doorlezen. Uiteindelijk werd je te lui. Dacht je van, nou weet je wat, ik snap de betekenis van dit woord niet. Maar ik sla het eventjes in mijn gedachten op. Het woord wordt misschien zo dadelijk nog een keer gebruikt in een iets andere context. En dan weet ik wat hij bedoelt. Van het woord vijver, wat dan ook, weet ik veel. De vijver met de groene zonnebloemen. En even later, de vijver lag nog mooi te spiegelen achter het huis in de tuin. En dan denk ik, oh, het was een vijver. Ja, eigenlijk zo dus. Daar word je doodmoe van, hè? En in die dagen las ik ook Charles Bukowski. Wat mij betreft, ja, ik vind hem geweldig. Dat is een. Hij heeft natuurlijk wel allemaal. Hij heeft geen vliegkwaad gedaan. Laten we daarmee beginnen. In zijn leven dan. Als mens. Geen vlieg. Hij is geboren in Duitsland. Hij is als kind ongelooflijk mishandeld. Echt met de. Nou ja, tot bloedens toe. Met de riem. Om niks. Zijn moeder werd voor zijn ogen in elkaar geslagen. En toen is hij gaan. Ja, daar heeft hij eigenlijk helemaal niks meer. Hij kreeg hele erge huidproblemen. Toen hij 40 werd. Toen werd er een essay van hem gepubliceerd. Nadat hij er al, ik weet niet hoeveel, in de ronde had gestuurd naar de diverse bladen. En dan alleen de bladen die hem aanspraken qua inhoud. Dat hij dacht van, nou, zo'n blad, daar wil ik ook wel in staan. The Black Sparrow was dat volgens mij. Toen is hij doorgebroken. Het Engels van Bukowski. Bukowski op zijn Duits. Bukowski op zijn Duits. Bukowski op zijn Amerikaans. Hè? Dat Engels vond ik heel lekker te lezen. Gar einfach. En dat is de koning Jacobus ook. En dan nog, ja, veel simpeler eigenlijk. Hè, want het werk van Charles Bukowski is een beschrijving van zijn leven op een hele brutale, openlijke manier.
Ik heb niks te verbergen, hè? Tussen aanhalingstekens. Die manier. Ik schaam me nergens voor. Nee, waarom zou die ook? Eerst moet je Duits leren. Daarna is een zitje in Amerika. En je wordt zo'n beetje elke dag in elkaar geramd door je vader. En je moeder schreeuwt ook als een broedkip. En hij schrijft heel liefdevol over zijn omgeving. En het is poëtisch werk. Het is poëzie ook. Een mooie uitspraak van Bukowski is... wat is het ook weer? Was het nou elegance? Iets als... om elegant te zijn... dat ontbreekt een hond... en heeft een kat in uitbundigheid. Zoiets. Ik zou het op moeten zoeken. Ik heb nog een hele dichtbundel van die man. Ik kan je zo begrijpen. De Koning Jacobus Bijbel. En waarom ik zo blij ben dat ik hem heb. Is dat ik die Bijbel. Daar zit een heel leuk kafje omheen. Oh, ik pak het er even bij. Een heel leuk kafje omheen. En ik had dus eerst gekeken op internet wat het dan kost, hè, zo'n Koning Jacobus Bijbel. Een King James. Zo'n real life. Een uitgave. 1611. Ja. De dagboeken van Anne Frank. Daar is het maar de vraag. Wanneer is het dan? Oi. Dit is de Koning Jacobus Bijbel. En die heet Gift and Award Bijbel. En er zit ook een stickertje op, dat ga ik er niet afhalen. Classic Series. En de features zijn Words of Jesus in Red. Illustrated Dictionary Concordance. Ik heb geen flauw idee wat het is. En dan de laatste, Full Color Maps. Nou, dat is mooi. Een map, dat is een kaart. Hè? Ja, je moet wel Engels kennen om dit, want er moet niet mee gerommeld worden. Hè? En er staat hier bovenaan op de achterkant. Dit is een kafje wat er omheen zit. Hè? Dat mooie boekje zit er nog in. En er staat... Choose the perfect gift for any celebration with Thomas Nelson's Gift and Award Bible. Oh, hij, de Thomas Nelson heeft dit dan uitgegeven. En er staat... presentation page, chapter headings. Dat vind ik tof. Ik heb het gecontroleerd. Dat vind ik best handig. Self-pronouncing text. Dus dat is, dus betekent dat het... ja, gewoon een netjes Engels. Hè? Words of Jesus in red. Kom ik er dadelijk op terug. Waarom het zo belangrijk is. 1 year Bible reading plan. Ooh, wow. Dat is echt voor iedereen om gelijk als eerste... Nou, je gaat eerst maar eventjes door die chapter headings heen. En een beetje lezen zo. En kijk naar de Words of Jesus in Red. Dat is heel belangrijk. Je weet, waar gaat het eigenlijk naartoe? Spoiler alert. En een leesplan voor de Bijbel. Dat kost je 1 jaar. Waar kom je ervoor tegenwoordig? Huh? Ik weet nog dat ik... Ken je die mop? Het was Jantje, hè? Jantje moest naar school. Zei zijn moeder, hè? En Jantje van, oh, naar school. Ik weet niet hoor. Als jij het zegt. Jantje wist ook wel, als je niet doet wat je moeder zegt, nou dan ben je Jantje, hè? Dus Jantje netjes naar school. Hij komt dus terug van school. En zijn moeder zegt, en hoe was het? Nou, zei Jantje, het is me reten tegengevallen.
Wat, zegt zijn moeder? Ja, Harry. Ik ben de hele dag naar school geweest. En dan moet ik morgen terugkomen. Nog niet klaar. Nou, zo is het mijn studie. Dat is echt zo. In een dag kan je niks leren, eigenlijk. Als je heel hard... Maar als je kennis heel snel tot je neemt... Dat is net zoiets als met het vliegtuig naar Marokko gaan. Het duurt eventjes voordat je daar bent. Dat vind ik ook zo slecht aan Star Trek. Van klik, klok, klok en is alles weer anders. Ja, denk je, hallo. Ja, met kennis tot je nemen, dat werkt niet zo. Ja, dat kan niet. Kennis kost tijd. En dan kan je tegen inbrengen. Van ja, dan moet ik dan al mijn kennis stoppen in één boek. Ik zou zeggen, om te beginnen wel. Je kan altijd nog... Je mag trouwens... van mij, terwijl je de Bijbel leest... Ik zal ze even over hebben wat ik dan denk voor een Bijbelplan. Dan mag je tussendoor allerlei andere dingen doen. Langer dan 10 minuten per dag de Bijbel lezen... lijkt mij niet te doen. Ik doe met Jörg Glisman doe ik Bijbel lezen. Wij hebben over Genesis 1. Dat is het eerste hoofdstuk van het eerste boek. Het eerste boek van Mozes. Over het eerste hoofdstuk hebben wij ongeveer 3 uur gedaan. In 2 stukken van 1,5 uur. Om te weten wat daar staat. De Bijbel is een heel gecondenseerd boek. Het is al zo teringdik. Laten we eerlijk zijn. De Bijbel is zo dik. Die krijg je niet uit. Alleen als je hem oppervlakkig leest, dan wel. Dus als je hem openslaat en denkt, oh, in het begin schiep God hemel en aarde. Oh, dan ken ik het. Ja, dat snap ik wel. Ja, volgende. Oh, en die eikel die zal wat ouwe hoeren. Toen ponk ging het licht aan. Oh, mijn beste. Oh ja, water. Oh, ik snap het wel. Ja, brr, 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 brr. En dan zit je bij Numeri hoofdstuk 31, vers 17 tot en met 18. En dan een beetje gaan lopen janken van, ik begrijp de Bijbel niet. Voel je ook, ik zit een beetje te mopperen. Had ik dus niet tegen jullie. Want jullie zijn natuurlijk ook heel erg blij dat ik deze KJV heb weten te bemachtigen. En waarom zijn jullie dan blij? Nou, dat kan ik je uitleggen. Ik ga hem aan mijn dochter geven. Want die lettertjes zijn mij iets te klein. En zij is bijziend. Dus zij moet dat kunnen lezen. En dan ga ik haar uitleggen wat dit is. Ja, maar Piri, de Koran is veel moderner, hoor. Ja, dat klopt. Dit boek wat ik nu in handen heb, dat is... Even pak hem buit. 1400 plus 600. Het is 2000 jaar ouder dan de Koran. Ja. In het begin dan, hè. Want, Ik zat hier een tijdstabel in. Er staat ergens op internet dat het eerste boek van Mozes, dat heet Genesis, dat 1400 jaar voor onze jaartelling is. Het lijkt mij erg oud, hè? En het laatste... Kijk hoor, ik zit nou... Oké, dan krijg je het Nieuwe Testament. Dat is erg leuk. Als je zou zelf even zo'n ding moeten scoren. Hè? Ik heb nog niet verteld wat ik voor me heb betaald. Dan gaan we zo dadelijk even Joods lachen. Hè? Maar als ik dit even vergelijk
dan zijn de Joden echt bij de neus genomen, want het Nieuwe Testament, dat is ongeveer, wat zou ik zeggen, even gokken, 1, 2, 3, even kijken, nou zeggen 25%. Dus 75, nee, 78% denk ik. De Koning Jacobus Bijbel is voor 78%, of toch iets meer, 80, gewoon, nee, niet lullig doen, 80%. Ja, nou, misschien 81. Ja, dan moet nog even die kaartjes moeten eraf getrokken worden. Ho, 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 ik zit een beetje verkeerd. Nou, er moet nog een stukje af. Nee, dat Nieuwe Testament, dat komt er nog een stuk slechter vanaf. Even bladeren hoor. Ik zou bijna mijn micrometer erbij gaan pakken. Oh! Terug. Spannend hoor. Jij wordt er helemaal opgewonden van, hè? Nou, want zulke oude boeken, die staan niet in de boekhandel zo overal, hè? Ik was ook stom verbaasd. Ik dacht echt, ze hebben hem niet. Ik dacht, waarom niet? Ik ga het gewoon even vragen. Ze hadden hem staan. Opnieuw meten. Ja, 80% Oude Testament. Ja, laten we daar maar op houden. Dus dat allereerste stuk, dat is zo'n leuke bericht, hè? Als je als christen, je hoeft voor mij trouwens niet eens helemaal te accepteren, dat maakt mij het uit. Maar dat eerste stuk, die 80%, dat deel je met de Joodse mensen. Dat deel je met de Mohammedanen. Dat deel je met de anarchisten. Dat deel je met vrouwen die het ook beu zijn. Denken. Zoals Wim T. Schippers dan zong. Hè? Van, waar moet dat heen? Hoe zal dat gaan? Waar komt die rotzooi toch vandaan? Hier voor mij heb ik een Koning Jacobus Bijbel. En daar staat het allemaal in. Ja, maar Perry, het zijn zoveel pagina's. Ik weet niet hoe. Oké. Geen probleem. Er is geen hond die de hele Bijbel in één keer kan lezen. Dat gaat helemaal niet. Dat is eigenlijk niet aan te beginnen. Dat Oude Testament vooral. Het Nieuwe Testament is trouwens ook ongelooflijk bedrog. Dat begint dus met 4 evangeliën. Nou, ik ga nu even... Kijk hoor, dat is Johannes. Johannes. En dan krijg je Handelingen. Oké. Nou, dat zijn dus 4 evangeliën. Dat ga ik nu even als een goochelaar in tweeën delen. Hè? Even kijken hoor. Even eerlijk delen natuurlijk. Hè? Even kijken, wat is dit nog? Nee, deze is iets dikker. Ja, is in tweeën gedeeld? Oké. Nu heb ik dus in mijn linkerhand 2 evangeliën. Ja? Die ga ik ook even in tweeën delen. Even kijken hoor. Wat hebben we er nou over? Zitten we nog steeds goed? Ja, we zitten nog steeds goed. Ja. Oké, wat hebben we dan? Oh, ja, precies. Dus dan heb ik nu in mijn linkerhand het evangelie van Matthäus. Ja. Ga ik dat even vergelijken met het Oude Testament. Even kijken hoe vol het is. Ik moet mijn micrometer erbij pakken. Even denken hoor. Ik denk, nu is het Oude Testament pak een beet ongeveer 93%. Dat is een mooie... Ja, maar Perry, in het evangelie van Marcus, daar staan echt wel andere dingen, hoor. Ja, maar met Matthäus kom je een heel eind, hoor. Ja, Matthäus 6, Matthäus 7... Nee, Lucas, dan gaan ze vals spelen, die begint halverwege... Krijgt niet eens een eigen pagina. En dan krijg je daarna de Johannes. Dat, ja, in het evangelie van Johannes staan echt wel toffe zaken in, hoor. Dat is wel heel leuk, hè. Je hebt bij de
Je kan bijna zeggen, die vier evangeliën, dat zijn toevoegingen op elkander. Wat in de ene niet zo goed staat, staat in de ander wel goed. Of duidelijker uitgelegd. Evangelie van Johannes zitten hele pikante zaken in. Lekkere blaadjes zijn er, zeg. Dat is niet zo... Dat is echt een mooie uitgave. Ik heb zelf een NBG-bijbel. En die heeft van die dunne blaadjes. En deze kan je lekker mee bladeren. Dat is Johannes. Dan krijgen we dan... Oh ja, dan krijg je dus... Oeh, dat is een mooi boek. Handelingen. Ik kan nou... En handelingen is... Daar kom ik even op terug nog, hè. Handelingen. Dan krijg je daarna die brieven allemaal. En die brieven is echt van... Ik moet zeggen, allemaal zo lief. En, oh, wij zijn zo lief. Oh, wij zijn zo lief. Heel leuk om voor te lezen aan je kind. Ik weet niet precies waar het staat, maar er staat zoiets van... Ja, je kan wel slim zijn in wiskunde... Maar als jij de liefde niet hebt... Wat hebben we aan jou? Je kan wel goed zijn in gamen... Maar je loopt de hele tijd in de rondte te lopen met je chagrijnige smoel. Ja, even zo Amsterdamse, hè? Ja, dat staat in het boek. Mooie verhaaltjes voor het slapen gaan, hoor. Dat je een beetje weet wat er gebeurd is. Oh, wat leuk. Nu zie ik het ook. Er zitten echt tekeningetjes in. In het alfabetregister. Oh, dit zijn twee pagina's zonder tekeningetje. Oh, hier hebben we twee tekeningetjes. Nou, dat is weer... hele mooie tekeningetjes. Jeetje, wat een mooi boek. En ik heb dus op internet gekeken wat dit nou kost. En het was daar €14. En dan zou het afgeleverd worden bij de supermarkt. En die ligt achter die bouwplaats, omdat de gemeente weer eens aan het verbeteren is. Babylon is nooit tevreden. En dat zou dan €14 kosten. En vandaag, ik was toch naar de markt. Want ik vond dat ik echt weer eens moest eten. En toen kwam ik langs die winkel en dacht ik van, ja, het zag eruit als zo'n, ik moet zeggen, om van die kinderboeken in de etalage. En er was dan wel de christelijke huppeltje pup. Ik nog kijken naar die boektitels, want ze zijn toch niet laatstelijk overgenomen door een kinderboekenwinkel of zo, hè? Want dat kan je ook nog hebben. Dus ik heb die titels van die boeken checken, van niet, je kent die stomme boeken wel. Er lagen alleen maar nette boeken. En er waren twee vrouwen. En die ene was druk bezig. En die keek helemaal niet naar mij. En die liep naar het magazijn toe. En toen dacht ik, ja, goed, ik sta hier ook alleen maar. Want ik heb een vraag. En er komt wel iemand op me af. En er komt een hele mooie lange vrouw op me af. Een brunette. En ik stelde mijn eenzame vraag. Hebben jullie een King James Bijbel? Ja hoor, zei ze. Kom maar mee. Ik dacht, wat de... Echt waar? Had ik echt niet verwacht. En dat is een heel rijtje. Ze kon ook zo kijken. Maar we hebben die en we hebben deze ook nog. Nou, allemaal dezelfde. Tot op het schuinschrift aan toe. In de Koning Jacobus Bijbel, ja, dat is de Nederlandse, King James Bijbel. Ze hebben de originele geschriften in 1611 opnieuw vertaald. Daarvoor was het alleen vertaald in het Latijn. Voor die grote Koning James, King James, Koning Jacobus tijd... Is het al eerder gedaan? Zijn er al eerdere stukken van de originele geschriften omgezet in een voor mensen leesbare taal?
En in 1611 heeft de toenmalige koning van Engeland, die was van protestantse gezinte, hij deed niet mee met Babylon. Niet dat hij zelf heel goed was, ik weet er verder geen verhalen van. Hij heeft gezegd, oké, alles uit die tijd op mijn kosten, op mijn koninklijke kosten. Dus dat kostte je koning Jacobus helemaal niks. Maar die gaf opdracht. En die zei, doe dat maar. Wat heb je nodig? Nou, wat hebben ze gedaan? Dat is een geweldige operatie geweest. Er zijn 50 vertalers bij betrokken. Als ik het dan maar goed heb nagekeken op Wikipedia. Hè? 50 vertalers. 7x7 plus een toezichthouder of zo. En iedereen heeft pagina voor pagina vertaald. Vanuit het Hebreeuws en het Grieks naar het Engels. Die 50 mensen, of 49 mensen waren verdeeld in 7 teams. En ieder team moest een consensus aanleveren. En dat waren dan 7 consensussen. En daaruit is de Koning Jacobus Bijbel naar voren gekomen. En de afspraak is dat daar geen jota aan wordt veranderd. Niks aan toegevoegd. Helemaal niet nodig. Dat doe je niet. Je gaat niet als je een Rembrandt koopt, denken van, nou, ik vind het wel een leuke Rembrandt, maar Piet, kan dat gezicht van die ene luitenant niet wat donkerder? Dat staat mooier bij de gordijnen. Zo denk ik erover. Ik vind het wel heel blij dat ik er eentje heb. En die vrouw zei nog tegen mij, want ik zei tegen haar dat ik een MBG had en dat ik uitdrukkelijk geen NKJV wil. De New King James Version. Nee, gewoon de King James Version. Ik heb nog een ontzettende ruzie gehad hier in de kroeg in Arnhem. Dat ik zei, gewoon met mijn dronken kop, ik had 5 jenever op. Dat ik zei, als ik hier de burgemeester was, dan zou ik zeggen dat iedere keer als er een cover gedraaid wordt van een nummer, dan gaat de bierprijs met 10% omlaag. Op een gegeven moment ben je covers, het begrip cover, hè, dan is er een hit geweest. En dan denkt een band 10 jaar later, oh, die gaan we ook nog een keer spelen. Of God beter het nog, al 2 jaar later. Serieus, als je het met mij over muziek krijgt, dan kan ik pisseling worden. Over het misbruik daarvan. En nu heb ik lekker een originele King James uit 1611. En wat nou met die schuine letters, hè? Interessant verhaal. De Grieks en Hebreeuws, en dat was het voornaamste deel van de scriptos receptos of zo. De ontvangen geschriften. Want wat was er allemaal? Ja, daarvoor was er al heel veel gebeurd. De Mozes is geweest. Het boek is een geschiedenisboek, joh. Al die meuk bij elkaar gegooid. En een stuk voor stuk vertalen. Dat is in eerste instantie gebeurd in het jaar 300. Door Babylon. En dat was prutswerk. Anders gezegd, dat is even als grapje, ik moet het morgenochtend controleren of ik het er dan nog wel mee eens ben. Maar die meuk van toen, die Latijnse meuk die ze opgesteld hebben met het concilie van Nicea, vergeleken met de koning Jacobus versie van 1611, dat is eenzelfde vergelijking als dat prutswerk van Bill Gates de derde met zijn Microsoft meuk. Tot Unix. Ja, maar Perry, hoe kan je nou zo moeilijk doen over Microsoft? Nou, ik heb een vriend. En die heet Lars. En die heeft helemaal geen nagel om aan zijn reet te krabben. Die zit hier ergens in een
Wij noemden dat vroeger een kraakpand. Maar dit is dan tegenwoordig officieel de dinges. Het innerlijk van zo'n pand is hetzelfde. Daar heeft die man een oude bak uit de kast getrokken met een i7 processor. En daar draait mijn software op. Dat is Unix. Dat kan alleen met Unix. Dat kan niet met wat anders. Je kan zeggen, ja, dat kan ik ook met een Microsoft server doen hoor. Oh, ja joh. Go and knock yourself out. En wat heb je eraan? Wat heb je er überhaupt aan om in je woning of in je garage een Microsoft server neer te zetten? Dat ding dat doet automatische updates voordat jij Tokio kan spellen. Ah, Tokio is wel ingewikkeld hoor. Is dat nou T-O-K? Ik weet het. J en dan O. Yep. Unix niet. Unix is zuiver. En vooral die Unix die mijn vriend en ik nu... Hij heeft het uitgekozen. Ik heb gezegd, oké, ik doe het ermee. Dus we doen ook geen FTP. Maar even tech talken. Want Unix kan je helemaal opkleden of optuigen. Of aankleden, optuigen. En uiteindelijk word je dan ook niet blij. Nou, wij draaien headless terminal-based Unix. Kom op, man. En ga daar maar eens om bij Microsoft. Ze zijn het van plan geweest, by the way. Het is daadwerkelijk... Microsoft heeft het geprobeerd, hoor. Best een spannend verhaal, want ik had mijn zwager toen... En die werkte voor een bedrijf en die werkte met Microsoft. En ze waren een valuable customer of zo. En toen kwam er een delegatie langs van Microsoft. Voor overleg. En Microsoft zei, ja, we zijn bezig met een nieuw operating system. En volgens mij heette dat Longhorn. En dat woord, dat, ja, het was niet te onderscheiden van Unix. Het was precies hetzelfde als Unix. Dezelfde ideeën zaten erachter. De enige waar het om ging, dat was de file operaties. Dus de operaties vanuit de processor direct naar de harde schijf. In Unix zit daar een laag tussen. In Unix kan je een file pointer creëren, maar dat kan van alles zijn. Dat is een ding, daar kan je data naartoe pompen en je krijgt de data van terug. Lijkt me essentieel voor een computer, lijkt je ook niet? Ja? Dat je een plek hebt en dan pomp je de data naartoe en dan krijg je data terug en dan pomp je er weer data naartoe, krijg je data terug. De read and write operations. Ja, dat moest dus omgebouwd worden. En aan hun werd gevraagd, dus de bedrijven waar mijn zwager werkte, of ze even al hun broncode na wilden gaan, om alle file-operaties voortaan te gaan vervangen door dit. Want in MS-DOS, want zo is het allemaal begonnen, dan kon je gewoon direct met de harde schijf praten, of zoiets. Iets wat je helemaal niet nodig hebt. Dan gingen die programmeurs, die moesten dan weg. Die moesten gaan overleggen wat dat zou gaan kosten. En toen die directeur dat bedrag hoorde, toen heeft hij Microsoft gebeld en gezegd, ja, het is jammer, we hebben interne overleg gehad. Maar tenzij jullie ons gaan subsidiëren en je gaat dit vergoeden. En dat zal waarschijnlijk wel niet zo zijn. Maar ik kan het me niet veroorloven.
Einde verhaal.